We gaan het hebben over politiek. Daarvoor heb ik iemand aan de telefoon hangen die zelf ook heel erg politiek actief is. En daar gaat het dan helemaal over. Want Gemeentebelangen pleit namelijk voor een cursus politiek actief in Pijnacker Noodorp. Deze cursus wordt sinds een aantal jaren succesvol verzorgd in gemeenten om inwoners te laten zien en ervaren hoe de politiek in de praktijk werkt. Deze cursus is er nog niet in Pijnacker Noodorp en Richard van Oevelen pleit daarvoor. Goedenavond, Richard. Goedenavond. Het is dus al een tijdje succesvol in verschillende gemeenten, nog niet in Pijnacker Noodorp. Waarom nog niet, zou ik eigenlijk zeggen? Ja, goede vraag. Het is nog niet eerder georganiseerd, blijkbaar. In veel gemeenten is het inderdaad al toch iets wat al geregeld georganiseerd is. Lansingerland als buurgemeente, maar ook Delft of Zoetermeer heeft het nu onlangs ook gehouden. En met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zeker in het vizier nu, leek het ons in ieder geval een heel goed idee om eigenlijk zo'n cursus te organiseren. Want merken jullie binnen gemeentebelangen, Pijnacker Noodorp, dat het lastig is om nieuwe mensen gewoon bij de club te krijgen? Leeft politiek niet meer zo? Politiek leeft inderdaad af en toe wel iets minder. Je ziet natuurlijk dat op het moment dat er dingen misgaan of bepaalde actuele maatschappelijke thema's worden aangesneden, dat het ineens op heel veel interesse kan rekenen natuurlijk. En dan komen er veel mensen op af. Denk alleen nou aan het aanvaardelijksdossier of vluchtelingen die hier gehuisvest worden of dat soort dingen. Dan ja, maar dat is natuurlijk de mening. De mening hebben de mensen wel, maar het doe dan ook eens mee. Ja, ja. Dus inderdaad, daar proberen wij natuurlijk, denk ik, als gemeenteraad deze raadsperiode heel erg ook op in te zetten juist. Meer burgerparticipatie, en dat vindt gemeentebelangen ook erg belangrijk. Ja. En juist om dan de mensen toch ook te trekken en die wel geïnteresseerd zijn in politiek, maar misschien nog niet goed weten hoe dat dan precies werkt of hoe dat dan, hoe je dat dan kunt organiseren of hoe je het kunt melden bij een politieke partij, mocht dat nu nog niet duidelijk zijn voor mensen, dan is zo'n cursus echt wel een verrijking, denken wij. Ja, want er is zoveel te doen. Jij bent dan raadslid, dat is best wel intensief, maar je kunt ook minder uren eraan besteden door bijvoorbeeld de fractie te gaan ondersteunen en dergelijke. Ja. Je probeert de mensen middels die cursus te enthousiasmeren natuurlijk voor de politiek. Is het ook direct ook gekleurd? Krijg je direct het advies mee om bij gemeentebelangen te gaan solliciteren als je meedoet aan die cursus, of is het echt algemeen? Nee, het is zeker niet de bedoeling om bij gemeentebelangen je dan ook aan te melden. Het is ook politiek neutraal, beogen wij. Maar zo is het met alle cursussen de bedoeling die georganiseerd worden in de gemeente, om politiek neutraal gewoon informatie te krijgen. En vooral op de inhoud van het werk te horen hoe dat nou gaat, hoe de gemeente zo functioneert eigenlijk. Daar wordt ook een stukje staatsrecht zelfs bij, van wat is nou eigenlijk de bevoegdheid überhaupt van de gemeenteraad en wat voor beslissingen worden er genomen. En het is wat dat betreft is het ook een cursus die echt politiek neutraal dan georganiseerd wordt. Tuurlijk leer je vanzelf raadsleden dan kennen en daar horen automatisch dan politieke partijen bij. Maar dat is echt voor na de cursus wat aan de deelnemers van die cursus zelf wordt overgelaten. Ja. Daar is het absoluut niet de bedoeling politiek gekleurd iets te gaan brengen. En vind jij dan dat het een taak is van de gemeente Pijnacker Noodorp om dat te gaan organiseren? Of zeg je van jongens, we gaan zelf de koppen bij elkaar steken en dat organiseren. Wie moet dat gaan doen? Wie moet die cursus gaan leiden? Nou ja, als je het door een politieke partij natuurlijk laat organiseren, dan heb je al snel een gekleurde visie of een gekleurde mening kan je ook krijgen. En wij zien wel de meerwaarde er echt in dat er politiek neutraal een cursus wordt georganiseerd. En juist dat, zo'n cursus politiek neutraal, kan in blijkbaar dus heel veel gemeenten al rekenen op een behoorlijk groot succes. Als er mensen enthousiast zijn, ze willen iets in de politiek gaan doen, of daar gewoon eens misschien, het is eigenlijk niet meer dan een snuffelstage, ja, eigenlijk zo zou je dat een beetje moeten zien. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Ja, hoe kunnen mensen zich dan gaan verenigen? Kunnen ze zich bij jou melden of bij gemeentebelangen of bij de gemeente? Nou, uiteindelijk, wij hebben nu het verzoek uitgezet van, joh, zou dat niet een idee zijn? Het hangt natuurlijk ook van de andere politieke partijen af hoe zij daarin staan en of dan uiteindelijk de gemeente zegt, we gaan het organiseren. Dus dat het gaat komen in Pijnacker Noodorp, dat is nog niet per se zeker. Wij hebben alleen de suggestie nu gedaan bij de gemeenteraad. En dat is nog even afwachten wat de rest daarvan vindt. Maar op het moment dat de gemeente dan uiteindelijk zegt, we gaan het organiseren, dan wordt het ook verder. De organisatie en dat soort dingen wordt dan opgepakt door de gemeente. Dus dan is het ook wel echt de bedoeling dat je aanmeldt bij
de gemeente Pijnacker-Noordorp en niet bij gemeentebelang of bij mij persoonlijk. Want het is politiek neutraal en georganiseerd door de gemeente dan. Ja. Wat vinden jouw collega-politici in Pijnacker-Noordorp van dit idee? Heb je een beetje bijval? We hebben nog geen echte reacties gekregen. Ik weet wel dat er ook politieke partijen zijn die zelf ook een cursus zelf houden. Maar goed, dat is dan natuurlijk wel politiek gekleurd. Ja. Dus ik hoop dat ze eigenlijk net zo enthousiast zijn in ieder geval als wij, als gemeentebelangen, om ook zo'n politiek neutrale cursus toch als Pijnacker-Noordorp aan te gaan bieden. Echte reacties heb ik daarover nog niet binnengekregen. Als mensen nu zitten te luisteren, overtuig ze eens. Wat is er nou zo leuk aan de politiek, aan lokale politiek? Nou, wat is er leuk aan? Ik denk dat het vooral erg leuk is om echt iets voor mensen uiteindelijk te kunnen gaan betekenen. Al is het maar, dat kan in heel veel opzichten. Dat kan een luisterend oor zijn. Dat kan in ieder geval, maar ook soms wel daadwerkelijk iets gewoon in staat zijn om gewoon iets aan te kaarten en politiek bespreekbaar te maken. Ik denk dat vooral dat je echt voor mensen iets kan betekenen, dat als je dat graag wil, dan is de politiek echt wel, zou iets voor jou kunnen zijn. Helder. Nou, er is met jou ook altijd een beetje te sparren over politieke onderwerpen en dergelijke en lokale, regionale kwesties. Op welke kanalen kunnen wij Richard van Oevenen dan wel gemeentebelangen bereiken? Dat kan tegenwoordig via heel veel manieren. Wij hebben een Facebookpagina, ook via gemeentebelangen. Wij hebben met gemeentebelangen natuurlijk. Wij hebben een website www.gbpn.nl. Wij hebben een Twitterkanaal ook met GB. En dan laagliggend streepje, maar dan PN er ook nog achter. Dus zowel via die sociale media zijn we eigenlijk gewoon altijd te bereiken. Daarnaast natuurlijk ook gewoon via de telefoon of via de via een fractievergadering of bij ons inloopspreekuur. Of via de e-mail natuurlijk, kan ook nog gewoon. En we hebben ook nog gewoon een secretariaat die brieven waarvan we gewoon post ontvangen. Dus je kan ook een brief schrijven naar gemeentebelang als je dat wil. Dus eigenlijk via allerlei manieren kun je ons bereiken. Tot slot, deze cursus, ik vraag het mij zomaar af. Het moet natuurlijk laagdrempelig zijn. Is het gratis? Het is voor alle cursussen die tot nu toe in alle gemeenten zijn georganiseerd, wordt het gratis aangeboden aan de inwoners. En dan is het de bedoeling dat er ongeveer 25, 30 deelnemers worden meestal, dan is het mogelijk. En dan is er meestal zo'n grote belangstelling, bijvoorbeeld in Zoetermeer, in de afgelopen paar maanden, dat er ook gekeken wordt naar of er een vervolg aan kan worden gegeven. En zo ja, op welke manier en of je dat dan misschien breder toegankelijk kan maken. Zit natuurlijk wel een klein valkuiltje nog in voor jullie. Het zou zomaar kunnen zijn dat zich daar rivalen gaan melden. Rivalen van de toekomst natuurlijk, hè, bij die cursus. Dat zit er wel in. Dat zit er zeker in, maar dat vinden we eigenlijk niet erg. Want wij als gemeentebelangen zijn overtuigd van onze eigen standpunten. En we vinden het alleen maar juist fijner als we kunnen zien dat er mensen in ieder geval politiek actief zijn. En dat er mensen dat worden of interesse hebben om dat te gaan doen. Dus eigenlijk iedere politieke interesse is ook welkom. Helder. Nou, je hebt dit debat van mij in elk geval vast gewonnen. Nou, dank. Dankjewel. Richard van Oevelen van gemeentebelangen. En tot de volgende keer. En dank je voor je bijdrage. En als er mensen luisteren die ook graag een keertje in de uitzending willen komen. Het platform hier, Dossier Masterhoek, is natuurlijk voor iedereen. En Richard, jij kan beamen hoe snel het gaat. Je stuurt even een berichtje en we schakelen snel. En je zit s'avonds al in de uitzending. Nou, precies. Geweldig. Doe je goed. Bedankt hè. En fijne avond nog. Hetzelfde.